Welkom bij de PEC en de Politieke Jongerenorganisaties deel 3. Leuk dat jullie weer kijken. Ik doe liever onrecht aan de doden. Onrecht aan mezelf. Onrecht aan jullie. Wees een voorbeeld voor het gewone volk. Leer het strijden. Dan gaan we door naar het laatste thema van vandaag, namelijk regeren. In de volgende scène, die we zo tegen gaan kijken, moet Marcus Antonius een belangrijke beslissing maken. Zijn vriend Julius Caesar is net vermoord door Brutus en zijn metgezellen, zonder dat Antonius hiervan afwist. Aan Marcus Antonius is nu gevraagd om het volk toe te spreken en te kalmeren, door te zeggen dat Brutus en de zijnen goede redenen hadden voor het vermoorden van zijn vriend Caesar. Aan de ene kant wil hij zijn vriend en het volk niet verraden door te liegen. Aan de andere kant zou eerlijk zijn voor onrust zorgen. Maar dat zou op zich misschien wel weer beter zijn voor Rome in de lange termijn. We gaan nu kijken naar deze worsteling uit het stuk Romeinse tragedies. U hield ooit allemaal van hem. En niet zonder reden. Maar welke reden houdt u nu terug om over hem te rouwen? Wijs oordeel. Je bent gevlucht met brute beesten. Mensen verloren hun verstand. Heb wat geduld met mij. Mijn hart ligt daar bij Caesar in zijn kist. En ik moet wachten tot het bij mij is teruggekeerd. Nog gisteren had het woord van Caesar stand gehouden tegen heel de wereld. Nu ligt hij daar en geen man, hoe laag in rang ook, die hem eer bewijst. Goeie vrienden. Lieve vrienden. Als ik de neiging had jullie hart en hoofd tot muiterij en woede op te hitsen, dan deed ik Brutus onrecht. Cassius onrecht. Die, dat weten jullie allemaal. Zeer gerespecteerde mannen zijn. Hun onrecht aandoen wil ik niet. Ik doe liever onrecht aan de doden. Onrecht aan mezelf. Onrecht aan jullie. Dan dat ik onrecht doe aan zulke zeer gerespecteerde mannen. Maar ik heb hier een perkament. Voorzien van Caesar zegel. Ik vond het in zijn kamer. Dit is zijn laatste wil. Als gewone mensen dit testament konden horen, dat ik, vergeef me, niet hardop voor zal lezen, ze zouden de wonden van de dode Caesar kussen, hun zakdoeken dopen in zijn heilig bloed, smeken om één haar van hem als souvenir en die bij hun dood vermelden in hun laatste wil en als een rijke erfenis in handen geven van hun kroost. Wees geduldig, vrienden. Ik mag dit niet lezen. Het is niet goed als jullie weten hoeveel Caesar van jullie hield. Jullie zijn niet van hout. Jullie zijn niet van steen. Jullie zijn mensen. Als jullie Caesars testament als mensen horen, zal het jullie doen ontvlammen. Zal het jullie razend maken. Het is beter niet te weten dat jullie Caesars erfgenamen zijn. Want wisten jullie dat? Wat zou er dan gebeuren? Dan gaan we nu naar het laatste thema van vandaag, namelijk regeren. Moet je bij het besturen van de maatschappij reageren of anders anticiperen? En onder reageren verstaan wij dan het luisteren naar de mening van het volk op dat moment, maar daaraan toegeven zorgt eventueel voor problemen in de toekomst. En aan de andere kant hebben we anticiperen en dat houdt in een visie, een langetermijnsdoelen zetten, maar daarbij niet altijd kijken naar de mening van het volk op dat moment. Dan mag als eerste de jonge democraten mogen zich plaatsen op deze schaal. Dan mogen in dezelfde volgorde mogen jullie even kort toelichten waarom jullie jezelf zo gepositioneerd hebben. Met het eerste woord aan de jonge democraten. Ja, anticiperen, zoals jij net al zei, is volgens mij regeren met visie.
iets wat we de afgelopen jaren te weinig hebben gezien. Er wordt te veel gereageerd. En daardoor zijn er problemen die wij op dit moment ervaren groter geworden. Het wordt tijd voor leiderschap met visie en met passie. En volgens mij is dat nieuw leiderschap. Vandaar dat ik zeg anticipatie. En dankjewel. Niet meer reageren. Dankjewel. De jonge socialisten. Ja, je hebt zoals Leonie al zei, je hebt politiek nodig met een visie. En ik stond even stil om toch even voor mezelf na te denken. Want ja, ik ben het eens met die visie. En ik ben blij dat mijn collega's van D66 die ook hebben gevonden. Maar wat je niet moet vergeten is dat soms de praktijk uitwijst. Dat er ook problemen zijn die je visie moeten bijschaven. En dan is het goed om soms te kunnen reageren. Kijk, ik hou nu geen politieke speech. Maar je hebt gewoon, als je een visie hebt, dan moet je je ook niet op blind staren. Want je moet altijd oog hebben en luisteren naar wat er op dit moment speelt. En daarop dan weer anticiperen. Dus het is twee keer anticiperen, maar je moet niet te veel visie hebben en een blind oog hebben voor wat er speelt. Je moet van beide kanten een beetje hebben, denk ik. Daarom heb ik hem meer in het midden gepositioneerd. Dankjewel. JOVD. Ja, ik vond hem wel lastig, want in jouw uitleg klonk het bijna, misschien heb ik het verkeerd opgevat hoor, maar alsof reageren eigenlijk luisteren naar het volk is en dat bij anticiperen je eigenlijk niet volgt wat het volk wil. En daarom vond ik hem wat moeilijker, want anders had ik hem nog een stukje naar voren gezet. Maar ik vind het altijd heel belangrijk dat als wij vooruitkijken, dat we iedereen daarin meenemen. Dus als we bijvoorbeeld inzetten op technologie, dat we zorgen dat iedereen dat ook kan begrijpen en dat ook de oudere generatie daarin mee kan en dat we het daarin niet buiten de maatschappij plaatsen. Mijn voorkeur heeft wel anticiperen. Ik zeg altijd vooruitzien is... Ja, voorkomen is beter dan genezen, sorry. Dus bijvoorbeeld de rookvrije generatie is daar denk ik een heel mooi voorbeeld van. Voorkomen dat mensen die zorg nodig hebben. Maar het is lastig, want soms zal je ook moeten reageren. Want dan komen er zaken voorbij, zoals corona. Ja, dan kun je niet zeggen, ja, ik anticipeer even op de toekomst en ik laat corona lekker zijn gang gaan. Dan zul je toch ook moeten reageren. En dat is lastig. Dankjewel. Ja. Ja, nou, zoals ik al eerder zei, ik denk dus wel dat heel veel problemen die de overheid en de politiek moeten oplossen, problemen zijn die heel complex zijn en de meeste gemiddelde burger die heeft niet tijd, middelen en whatever om dat helemaal te doorgronden en de oplossingen voor te bedenken. Dus in dat opzicht heeft de politiek heeft daar wel alle tijd voor. Dus die hebben daar een leidende rol in om dat uit te gaan zoeken. Maar vervolgens ook om inderdaad wel dat behapbaar over te brengen en mensen daarvan te overtuigen. Maar ik denk dus wel dat een politieke partij bepaalde waarden vertegenwoordigt. En dat het volk zeg maar voor die waarde kiest en dat die visie daar logisch uit voortvloeit en de plannen daar logisch uit voortvloeien. Dus het is niet zo dat je helemaal niet luistert naar het volk, maar er moet ook een soort van vertrouwen zijn dat de waarde waar een partij voor staat, dat wat die partij doet daarop aansluit. Maar ik denk ook dat er naast dat een partij een soort van voorop moet gaan, er ook een soort van controle achteraf moet zijn van hey, sluit het inderdaad aan bij onze waarden. En soms is het zo, bijvoorbeeld bij een probleem zoals institutioneel racisme, dat is gewoon iets wat niet met het blote oog te zien is. Het is heel logisch dat het volk niet vraagt, hey, laten we dat oplossen, want niet iedereen heeft ermee te maken. Maar ook in de Zwarte Piet discussie zie je dat. Dat was zeker een paar jaar geleden nog best wel nieuw en ingewikkeld. Maar dat is dus iets waar je wel ziet, als daar mensen voorop gaan, dat mensen er wel achter kunnen staan, dat het wel dezelfde waarde vertegenwoordigt waar je voor staat. Dankjewel. Mooi. Ja, 10 jaar Mark Rutte als minister-president is hobbelen van crisis naar crisis. En in die tijd hebben we denk ik te veel op zijn beloop gelaten. Dus volgens mij waar deze verkiezingen vandaag om draaien is, willen we nog 4 jaar doormodderen met meer ongelijkheid of kiezen we voor visie en plannen voor een eerlijke economie, een veilige samenleving en een betrouwbare overheid. Ja, en daarom heb ik volmondig gekozen voor anticiperen. Ja, ik hoor ook redelijk wat overeenstemmingen. De Jonge Democraten die daarop reageren. Ja, want ik wil daar even op aanhaken. Want wat we niet vinden, we hebben nog misschien, ik hoop een half jaar, maar misschien ben ik te optimistisch, te maken met corona. En waar het vervolgens om gaat, is om de toekomst van Nederland. Dus we hebben de kans om Nederland opnieuw op te bouwen. We hebben de kans om hele andere keuzes te maken. En wat mij betreft gaan de verkiezingen veel te veel over wat gaan we nu die laatste paar maanden met corona doen. Terwijl volgens mij het nieuwe kabinet dan aan het formeren is. Dus ik hoop dat ze klaar zijn met formeren als corona ook weg is. En dan keihard Nederland
opnieuw op kunnen bouwen. En dat vraagt visie. En volgens mij is dat wat we nu nodig gaan hebben. En ik vind het te makkelijk om je dan te verschuilen achter... we moeten de crisis aanpakken. Helemaal eens. Om een concreet voorbeeld te geven. Mark Rutte zegt dan, na de verkiezing moeten we komen met een nationaal herstelplan. En volgens mij deze verkiezingen gaan erom dat elke partij, het CDA heeft hem, de New Deal. Jullie kiezen voor een mega-investering in onderwijs. Dat die plannen er nu liggen hoe je straks sterker uit die crisis wil komen. Ja, ik zie ze niet bij de VVD. En dat gaat dan toch betekenen dat je tijd verloren laat gaan en dat we alleen maar doormodderen. Wil jij misschien op reageren? Ja, nou, ik vind het wel jammer. Ik hoor hier nieuw leiderschap. Maar ik had ook met Sigrid Kaag kunnen praten. Ik had ook met Wopke Hoekstra kunnen praten. Ik vind het jammer, want ik dacht dat wij hier juist onafhankelijk waren. En juist los van onze partijen die verantwoordelijkheid moeten nemen, denk ik. Ja, daar staat GroenLinks misschien met anders zit. Maar los van die partijen moeten gaan kijken. Dat wij juist die visie kunnen tonen. Hè? Dus dan kunnen we wel gaan zeggen, ja, Mark Rutte doet dit verkeerd. En Wopke Hoekstra, de minister van Financiën, doet dit verkeerd. Ik vind het jammer. Ik denk dat we hier juist nu staan voor onze jongeren. Voor de toekomst. Om te anticiperen op de toekomst. En vind ik het jammer dat we nu gaan kijken van, nou, hoe kunnen we eens even Mark Rutte afslachten, om het maar zo te zeggen. Ik vind dat zonde, want ik denk dat we hier juist staan met jongeren om het te hebben over de toekomst van de jongeren. En ja, niet terug te kijken naar... En hoe zou je dat in willen vullen dan? Nou, ik denk op heel veel verschillende manieren, toch? Ja, wat wil je weten? Nou ja, want ik hoor het bij de VVD bijvoorbeeld niet. Dus ik ben benieuwd waar de JOVD dan wel zegt, hier willen we in gaan investeren, waar de VVD dan niet van zegt, dit is echt ons visie. Nou ja, even sorry hoor. Eén punt om progressief, om je antwoord op te geven. Eén punt waarop wij bijvoorbeeld progressiever zijn, dat is dat de JOVD zegt, wij zijn voor legalisering van softdrugs, om ervoor te zorgen dat we eindelijk eens die criminaliteit uit die drugs gaan halen. Dat is een voorbeeld. Maar ja, om te vragen, hoe wil je die toekomst inrichten? Ja, ik denk op 30 verschillende manieren. Ik denk dat lastig is. Maar ja, ik vind het jammer dat we nu gewoon in de standaard praatjes terugvervallen. Ik vind dat toch zonde. En ik vond het juist zo mooi om tussen reageren en anticiperen te kiezen. Omdat we dan juist kunnen gaan kijken hoe wij erin staan. En als ik met mevrouw Kaag wil praten, dan doe ik dat wel. Ja, nee, daar ben ik het wel echt heel erg mee eens. Ik heb genoeg aan te merken op het visieloze beleid van Mark Rutte de afgelopen tijd. Maar dat is niet waarvoor we hier nu staan. We zijn nu aan het kijken, wat vinden we vanuit de diepste in ons hart, hoe de overheid zijn rol in moet pakken. En ik snap dat nu alle magneetjes daar helemaal naar de rechterzijde gaan, omdat er afgelopen jaren weinig visie was. Maar als je gewoon puur kijkt naar wat je blanco zou zeggen dat er moet gebeuren, dat is deels reageren en deels anticiperen wat mij betreft. En als je het hebt over korte termijnvisie, ja, we moeten daarna kijken. Maar vergeet niet dat op dit moment ook gewoon heel veel studenten en heel veel jongeren zitten te verpieteren op een 12 vierkante meter kamer. En ik weet niet hoeveel aanmeldingen er bij de GGZ zijn. Ja, precies. Dus daarom is die visie nodig. Dus je moet eerst visie hebben en ook nog tegelijk kunnen reageren. Dus blind staren op de toekomst en niet naar het heden kijken. Volgens mij is dat de grootste fout die je kan maken. En daarom sta ik dus niet helemaal rechts. Ja. Nou, het scheelt niet. Maar hoe erg zijn we het nou oneens met elkaar? Ik vind wel, ik sluit me echt best wel aan bij wat André zegt eigenlijk. Ik geloof dat het heel erg meevalt, dwars. Ja, om nog maar eventjes de onafhankelijkheid van de PAO's te vertegenwoordigen hier. Ik denk dat alle partijen hier eraan bij hebben gedragen dat de afgelopen jaren visie en ook ideologie veel meer op de achtergrond is geraakt. En het veel meer gaat om concrete beleidsvoorstellen en problemen oplossen op een hele apolitieke manier. Maar dat is ook de reden waarom die visie op een gegeven moment buiten spel is gezet. En dat is ook iets wat ik denk dat heel schadelijk is voor inderdaad onze generatie, die zeker ook bovendien in een crisis helemaal gewoon weet van waar staat de stip aan de horizon, waar gaan we naartoe. En ik vind zeker ook alle moederpartijen hier, ook mijn eigen moederpartij, dat er daar te weinig over wordt gesproken, over welke wereld zien we voor ons, waar willen we over 10 jaar of 20 jaar, 30 jaar zijn. En veel meer over, we moeten een CO2-belasting invoeren en dergelijke. Maar dat is, wat voor een boodschap hebben wij daar? Of wat voor wereld spreken we? Misschien is dan dit een beetje een simpele vraag, waar ik sowieso hetzelfde antwoord van iedereen op ga krijgen. Maar in hoeverre voelen jullie je gehoord als voorzitters van een jongerenorganisatie door jullie moederpartijen? Ja, ik voel me wel gehoord. Maar wat natuurlijk lastig is, is dat uiteindelijk, kijk, wij staan hier, wij kunnen vrij spreken. En ik vind ook dat wij die verantwoordelijkheid ook echt moeten voelen. Hè, om zelf te gaan kijken, wat zijn dan de doelen voor over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar. Maar ik denk dat het lastig is dat als je nu aan het regeren bent en dat je midden in een coronacrisis zit. Ja, ik zou willen dat je wat meer over 30 jaar nadenkt, laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het ook niet zo heel gek dat ze af en toe tegen mij zeggen, ja, heel leuk dat je de hele tijd hier komt om te vertellen wat we moeten doen over 30 jaar. Maar we moeten ook dit even oplossen. Dus ik denk dat het een beetje in het midden is. Daar ik komt denk, regeren in exact, ja. Exact. En daar komen compromissen ook bij kijken. Maar ik denk wel dat het echt aan ons is om ervoor te zorgen dat we dat geluid blijven horen. En misschien krijgen we af en toe een afwijzing. Moeten we af en toe een keer dat blauwtje lopen bij onze moederpartij. Maar het is wel aan ons om te zorgen dat we die input blijven leveren. Ik zie dat wij
partij wel heel veel resultaten hebben eigenlijk. Als ik kijk naar het verkiezingsprogramma van het CDA, wat erin zit, dat is dat de basisbeurs weer terugkomt, dat de leenstelselgeneratie wordt gecompenseerd, dat we echt weer gaan werk maken van huisvesting. De basisbeurs zijn jullie toch nooit van afgeweest als CDA, dus wat is dan jullie Ik zie dat het CDA is een stuk positiever over klimaat dan in 2017, wil daar ook meer aan doen dan toen. Dus ik zie dat wij als jongerenorganisatie echt resultaten hebben geboekt, juist ook voor die toekomst van onze generatie. En dat is het CDA op zich ook wel eigen, hè? Want we hebben het hier over een ideale ideologie. Een van de kernwaarden van het CDA is rentmeesterschap. Wat houdt dat in? Dat je in je plannen die je maakt altijd kijkt naar de lange termijn. Dat je de aarde beter wil doorgeven aan volgende generaties. Dat is een van onze kernwaarden en daarom kies ik echt wel voor lange termijn. Ook als dat betekent dat je soms wel hele vervelende besluiten moet nemen nu. Ja. Wel jammer dat CDA dan nu dan nog steeds kiest voor de afbraak van de welvaartsstaat. Maar goed, daar gelaten. Ik wil even een kleine afslag nemen eigenlijk naar een wat concrete onderwerp waar we allemaal wat interessant is, omdat hier allemaal voorzitters van jonge organisaties staan. Namelijk, het is net al kort genoemd, corona. Er zijn heel veel rapporten van hoe jongeren zich momenteel voelen. Welke effect het heeft, de eenzaamheid, de depressies die oplopen. Wat zijn jullie concrete ideeën voor hoe we die jongeren, die heel breed zijn, een hele grote groep is, hoe we die nu zo snel mogelijk kunnen helpen? Nou, ik heb daar zeker wel een antwoord op. Want ik heb daar samen met het CDA, hebben we afgelopen zondag hebben we een protestactie gehouden, namelijk symbolisch bij het Katshuis. Jongeren verdienen meer. Daarin hebben we drie pijlers hebben genoemd. 1. Zorg voor samen met de eigenaar van leegstaande panden gesloten horecaondernemen voor studie- en werkplekken voor jongeren. 2. Onderwijs op locatie. En 3. Het lijkt wel op deze stelling. Laat die 3 weken politiek los en maak een visie zodat jongeren niet uitzichtloos en depressief op hun kamer van 12 vierkante meter zitten. Dus die concrete punten zijn zeker benoemd. Overmorgen gaan wij in gesprek met Tamara van Ark om daar nog eens echt goed over te hebben. Tamara Ark van is... Minister van Medische Zorg. Om daar te kijken of ze daar ook naar kunnen gaan luisteren. Ja. Wat ik juist wel zo mooi vind op dit gebied is, volgens mij hebben wij, als ik het even goed zeg, met z'n vijven zelfs dat opiniestuk geschreven. Wat je hier nu ziet is dat wij met zoveel mogelijk politieke kleuren de handen ineen staan om te kijken hoe gaan wij nou zorgen dat wij het voor de jongeren zo goed mogelijk kunnen regelen. Nou, deze 3 punten sluit ik me grotendeels bij aan. Ook al vind ik wel dat we af en toe realistisch moeten zijn. Dat volledig onderwijs opengooien, dat lastig is. En dat we bijvoorbeeld moeten beginnen bij de mbo's. Die mensen die nu echt zitten te wachten totdat zij aan hun praktijk kunnen beginnen bijvoorbeeld. En daarna dat stapje pas te zetten naar het hoger onderwijs en de universiteit. Maar zeker moet dat het streven zijn. En moeten we daar ook creatief in zijn. Hè? Ik bedoel, theaters staan leeg. Geef hier een leuke college om maar een voorbeeld te geven. Maar onderzoek ook serieus leeftijdsafhankelijk beleid. Kunnen we er nou voor zorgen dat de jongeren misschien, of de mensen die wat minder risico lopen, dat we die wat meer vrijheid geven. Maar ik denk dat we ook met z'n allen laten zien dat, ook al proberen we echt die visie te tonen, dat we ook realistisch blijven en kijken van, is dit wel mogelijk en wat zijn de mitsen en maren? En ik moet zeggen dat ik dat wel echt aan al onze partijen eigenlijk op het moment wel heel mooi vind. Dat we niet schoppen, maar dat we echt meedenken. En dat vind ik een compliment aan iedereen eigenlijk. Dwars? Ja, nee, ik sluit me erbij aan dat ik merk dat we op het gebied van corona elkaar best wel goed kunnen vinden. En dat zeker jongeren ook al verder denken dan de crisis nu. Maar ook wat voor gevolg heeft dat bijvoorbeeld voor mijn kans op een baan later en mijn financiële positie nu. Maar ik denk dus dat het ook belangrijk voor jongeren juist heel belangrijk is dat het niet constant gaat over wel deze maatregel, niet deze maatregel. Dan heet het dat gepoker met maatregelen. Maar dat wat jongeren eigenlijk willen, dat er gekeken wordt naar maatwerk. Dus wat is wel mogelijk? En dat kun je misschien niet heel zwart-wit zo zeggen. En daarnaast ook, wat zijn mitigerende maatregelen? Want kijk, een avondklok, daar hebben wij met de Jonge Democraten tegen gepleit toen het werd ingevoerd. Maar wij hebben altijd gezegd van, we zijn niet principieel altijd tegen die avondklok. Maar op het moment dat we zien dat er nog andere maatregelen zijn, of dan wordt het lastig. En zeker als er vervolgens geen mitigerende maatregelen worden genomen om jongeren tegemoet te komen. Want je ziet bijvoorbeeld jongeren die nu heel erg veel stress hebben met hun studie of met het thuis studeren. En misschien wel denken, nou, als ik mijn jaar niet haal, dan moet ik nog een jaar lenen, of zit ik in de kosten nog een jaar vast. Wat nou als je zegt, nou, dit jaar wordt een gratis collegejaar, dan heb je in ieder geval die druk van de ketel. En dat zou zo'n avondklok ook al makkelijker te verdragen maken. Maar dat geld is toch gewoon een soort van pleister op de wond eigenlijk, hè? Ik wil het woord aan de jongeren geven. Allereerst denk ik dat het heel belangrijk is dat we gaan kijken nu naar de mentale gezondheid van jongeren, want dat is volgens mij echt kritiek aan het worden. Dus dat is
punt 1. Daarnaast, ik sta hier als jonge democraat, maar ik ben het heel erg eens met het plan van Kaag. Laten we die samenleving opengooien met negatieve testen en met een vaccinatiebewijs. Ik snap echt niet wat daar tegen zou kunnen zijn. Als ik een negatieve test heb, waarom kan ik dan geen kopje koffie drinken met twee vriendinnen die ook een negatieve test hebben? Waarom moeten we dan 1 op 1 en 's avonds niet meer, dan mogen we elkaar niet meer zien, moeten we in onze eigen studentenkamer blijven zitten? Ik begrijp het niet. Niemand heeft het me ook nog fatsoenlijk uit kunnen leggen. Ik vind het een fantastisch plan. En volgens mij kunnen we op die manier niet alleen de jongeren helpen, maar ook de ondernemers helpen en ook de eenzame ouderen. En eigenlijk iedereen in de samenleving. Dus ik denk dan dat het enige wat op dit plan tegen is, is dat Kaag gewoon ontzettend irritant is in dit plan. En eigenlijk gewoon het hele idee wat het kabinet heeft, eventjes als D66-plan gaan formuleren. Ja, waarom waren de zuilen dan rood bij het RTL-debat van het kabinet, de rest, de overige, ja, jullie twee partijen. Want als het echt een plan is van het kabinet, waarom is dan alleen D66 zo groen en de rest van de zuilen rood? Maar hoe verklaar je wat Hugo de Jonge gisterochtend, geloof ik, zegt? Ja, laten we nou gewoon heel even, centreren. Ja. Ik bedoel, we zijn politieke organisaties. We gaan hier niet onze moederpartijen lopen te verdedigen. Ja, natuurlijk, dat zijn we al de hele dag aan doen. Maar op het moment dat het dan over elkaar gaat of een plan gaat, waar ik echt wel mee eens ben. Nou ja, de vraag is meer, staan we erachter? Laten we de vraag stellen of jullie als organisaties erachter staan, in plaats van kijken naar het beleid van de moederorganisaties. Ja. Staan jullie achter het plan wat hier nu geopperd wordt? Top idee. Maar misschien is er nog wel, ik wil nog wel een tegenstelling misschien rondom corona opwerpen. Want we hebben het nu telkens over langer termijn. En ik denk dat we daar tot op zekere hoogte over eens zijn. Maar de coronacrisis aan zich is natuurlijk een crisis die ontstaan is door het gebrek aan langer termijn perspectief. En waar ik andere partijen minder over hoor, is hoe gaan we voorkomen dat we niet volgend jaar met een nieuwe zoonose zitten. En dat betekent dat bijvoorbeeld de bio-industrie moeten gaan aanpakken en nou ja, waar die ziektes ontstaan. En dat vind ik ook een voorbeeld van langetermijnvisie, wat ja, ik bij jongeren eigenlijk eerder terugverwacht. Ja. Wij gaan nu naar het slot van het gesprek toe. Ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie komst vandaag, voor jullie inzet bij de gesprekken. Heel erg bedankt. Ik heb in ieder geval ontzettend van genoten en ik hoop jullie ook. Daarnaast wil ik iedereen achter de schermen bedanken voor al zijn hulp. Wil ik de technici bedanken. Wil ik natuurlijk de kijkers bedanken. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat we jullie een beetje geholpen hebben bij het maken van een politieke keuze op 17 maart. Denk erbij aan, dit waren niet alle voorzitters van alle politieke jongerenorganisaties vandaag. Er is nog een veel breder aanbod. Elke stem telt, dus informeer je en ga vooral stemmen op 17 maart. Dankjewel voor het kijken.